In deze video zal ik laten zien wat er gebeurt als je met een RAID 1 configuratie werkt, dus waarbij je verschillende schijven met elkaar koppelt om als backup te dienen voor elkaar. Wat er dan gebeurt als een van die schijven stuk gaat, dat was een vraag die hier gesteld werd. Dus ik heb hier een Mac Pro. Het voordeel van die Mac Pro is dat je overal vrij vlot en gemakkelijk aan kunt. Dus dat is ook ideaal om zoiets te demonstreren. Dan moet ik gewoon even de zijkant openmaken. En die zijkant aan de kant stellen. En dan zie je hier allemaal sledes voor harde schijven. Nu als ik die daar gewoon uithaal, dan zie je dat daar harde schijf op gemonteerd is. Dat zijn die 2,5 inch schijven adapters. Dat zijn volledige, volwaardige 3,5 inch schijven deze. Die zijn iets zwaarder. Maar het is hetzelfde principe, je zou die er zo moeten kunnen uithalen. Dus dat is een volledige schijf. Nu, wat ga ik dus doen? Ik ga dat testen. Dus door die los te koppelen, simuleer ik eigenlijk dat een van die schijven kapot is. Eerst heel snel, wat is de configuratie in deze computer? Dus ik heb hier 2 terabyte beter schijven in RAID 1 configuratie. Daar staan zo goed als al mijn foto's op. En hier 2 4 terabyte schijven, ook in RAID 1 configuratie. En daar staat dan zo goed als al mijn video op. En eigenlijk komt erop neer, RAID 1 betekent dus, dat zijn twee schijven, dat als je een bestand wegschrijft, de computer ziet die twee als één schijf. En als je een bestand wegschrijft, dan wordt dat naar de twee schijven tegelijk weggeschreven. Dus dan ga je niks van snelheid winnen. Je hebt nog altijd maar gewoon de snelheid van je schijf. Maar je hebt wel de zekerheid dat als één van die twee schijven stuk gaat, dan nog altijd de andere schijf hebt waar dat je data op staat. Een RAID 0 configuratie zou je maken, ook met twee schijven bijvoorbeeld, maar zou je maken voor de snelheid. En in dat geval ga je die twee schijven ook in het systeem configureren. En dan komt het op neer dat je eigenlijk een snelheidswinst haalt. Omdat de computer in plaats van alle bestanden naar één schijf te schrijven, gaat hij elk bestand een gedeeltelijk hier en gedeeltelijk daar zetten. Maar hij kan even snel naar de twee schijven tegelijk schrijven. Dus hij kan eigenlijk bijna dubbel zo snel zijn bestanden wegschrijven. Omdat hij eigenlijk maar de helft zoveel moet wegschrijven naar één schijf. Het probleem is wel, als een van die schijven dan stuk gaat, dan is hij alles kwijt. Dus dat is totaal geen veilige oplossing. Dat is een snelle oplossing, maar geen veilige oplossing. Er zijn ook andere configuraties waarbij dat je RAID 1 en RAID 0 gaat gaan combineren. RAID 10 is dat dan, denk ik. En er zijn nog andere configuraties ook. Maar eigenlijk, RAID 1 zou ik aanraden, omdat dat een gemakkelijke configuratie is, die ook veiligheid biedt. Natuurlijk veiligheid in zekere zin, want als dit huis afbrandt of deze computer schiet in brand en die twee schijven zijn kapot, ja, dan heb je nog altijd, ben je nog altijd al je data kwijt. Dus om helemaal zeker te zijn, zou je ook nog moeten van die RAID 1 eigenlijk een kopie maken op een andere locatie. Dat heet dan off-site backups, dat dan eigenlijk voor het geval dat er hier iets gebeurt, hier al een stuk gaat, dan heb je nog die backup elders. Daarvoor gebruik ik trouwens een externe schijf die ik via USB nu en dan een keer koppel en nu en dan een keer tijdelijk, periodiek, een update toe van alles. Dus dat, als ze alle twee, wat dat heel onwaarschijnlijk is, maar het kan hè, als het afbrandt, als ze alle twee stuk gaan, of als je heel veel ongeluk hebt en ze gaan altijd op hetzelfde moment stuk, dat kan in principe ook. Moest dat toch gebeuren, dan heb ik alsnog die afzonderlijke backup die op een andere locatie ligt. Dus daar komt het eigenlijk op neer. Maar vandaag gaan we dus testen wat er gebeurt als we die computer starten. En ik zal het doen met een fotoconnectie. Dus als ik één schijf daarvan tussen haal, dan simuleer, dus zo is die ontkoppeld. Dan simuleer ik eigenlijk dat mijn RAID-configuratie, dat die stuk is. Zo, dus nu is de harde schijf ontkoppeld, de computer is opnieuw opgestart en ik ben mijn scherm aan het tellen. De reden dat ik mijn computer opnieuw opstart hiervoor is gewoon, in principe zou het moeten werken ook, maar dan moet ik manueel via de command line de schijven gaan koppelen en ontkoppelen. Voordat ik die uittrek en terug erin plaats, allemaal commando's. En eigenlijk is dat iets dat automatisch gebeurt als de computer herstart, dus ik zal nu voor de video voor het gemak gewoon een paar keer herstarten. Nu, en dan zie je dus hier die 2 terabyte RAID 1, dat is de configuratie met mijn foto's op. En als ik hier in Finder gewoon probeer, bijvoorbeeld één foto, als ik die probeer te openen, dan zie je dat ik die gewoon perfect kan openen. Dus dat is geen probleem.
Ik kan volgens mij ook een nieuw bestand erop plaatsen. Dan gaan we hier een nieuwe folder. Dus daar heb ik nu aangemaakt op één van de schijven. En dan als we nog even naar een disk utility gaan kijken, dan zie je hier dus mijn 2 terabyte en mijn 4 terabyte. Van mijn 4 terabyte kun je hier bij de mirrored set, dus RAID 1 configuratie, status online. Dus zowel de disk 2 als disk 1 zijn op dit moment online. Dus alles is oké. Mijn RAID configuratie is oké. Maar dat is eigenlijk de andere RAID. Dat zijn die twee schijven hier. Als ik nu ga kijken naar de 2 terabyte RAID, waarvan ik 1 ontkoppeld heb, schijf 3. En dan kijken we, inderdaad, deze schijf missing of damaged. Dus die ontbreekt. Terwijl disk 4 is er wel nog. Dus dat is die laatste schijf daar. Dus die is oké. Die is online. Dus hier staat er al duidelijk dat mijn RAID configuratie stuk is. En ik heb hier ook al een repair knop voor moest ik die schijf hier vervangen. Er staat nu missing of damaged. Moest ik daar gewoon een nieuwe schijf aan koppelen die eigenlijk niet de juiste data bevat, dan kan ik hier gewoon op repair klikken. En dan zal die RAID hersteld worden. Maar nu op dit moment is mijn RAID dus eigenlijk niet veilig, omdat er één schijf stuk is. Maar nu ga ik een keer opnieuw opstarten en kijken wat er gebeurd is met mijn nieuw mapje dat ik daar aangemaakt heb. Oké, dus als we dan nu gaan kijken. Dus op dit moment als ik opnieuw naar mijn 2 terabyte ga kijken, dan zie ik waar mijn afbeeldingen staan. Dus ik kan diezelfde foto, als het goed is, opnieuw openen ook. Maar ik kan niet aan de recentste bestanden, omdat de recentste bestanden niet in de RAID opgeslaan zijn. En je ziet dat testbestand hier, of dat nieuw, wat ik het noem, nieuw bestand zeker, of nieuwe map, nieuwe folder, geen idee. Dat ontbreekt hier bij deze schijf, omdat deze schijf eigenlijk niet in de RAID zat op het moment dat ik dat toegevoegd heb. En als we dan gaan kijken naar onze status hier, RAID set offline, inderdaad. En bij de 2 terabyte zal nu disk 1 is wel oké, maar disk 4 ontbreekt. Dus opnieuw damaged. Dus als tip, en dat gaan we nu proberen, want eigenlijk heb ik nu mijn RAID kapot gemaakt door dit te doen. Als ik nu die andere schijf terugplaats. Oké, dus nu heb ik opnieuw opgestart en de twee schijven zijn teruggekoppeld. Maar dan zien we hier in mijn RAID configuratie, dus als ik die RAID 2 open, dan zie ik die nieuwe folder staan. En in mijn afbeeldingen zie ik ook die laatste afbeeldingen staan, dus van 6, 7. En als ik dan naar mijn RAID zet, of laat ons hier in Disk Utility, als ik dan hier kijk, dan zie ik ook nog dat disk 4, dus de verste schijf, daarop heb ik de laatste bestanden gezet, die is online, maar de disk 1, deze die we eerst ontkoppeld hadden, die eigenlijk bestanden ontbreekt, en daar staat de status failed. Dus dan gaan we nu repair gebruiken. Ik denk dat ik die gewoon kan verwijderen. Dus remove disk from RAID en dan opnieuw toevoegen. Ik denk dat daarop neerkomt. Nu, dat is een proces dat gaat even duren. Om de eenvoudige reden dat er redelijk wat data op staat. Ik kan eigenlijk zien hoeveel data hier, die 644 gigabyte data, gaan moeten gekopieerd worden van de ene schijf naar de andere. Maar kijk, we weten dat disk 4, het is de verste, de goede is. Als ik die gewoon verwijder. Moeten komen. Ja, dus al mijn data op die andere schijf wordt gewist en wordt overschreven met de data van de schijf die wel nog goed was. Dus de 2 terabyte heeft nu mijn 2 schijven staan en mijn 4 terabyte was oké. Okay. En hij heeft aan, hij is het nog aan het rebuilden op dit moment, dus hij is nog niet helemaal oké. Okay. Maar dus dit is het proces dat hij zou doorlopen als je een van die schijven extra stuk gemaakt hebt. Dan zou je dus die oude verwijderen, die nieuwe toevoegen en dan repair uitvoeren. Gebruik maken van die nieuwe die je toevoegt. Dus het is wel belangrijk dat je hem eerst toevoegt en dat je dan pas repair gebruikt. Zo, dat was het. Hopelijk was dat nuttig. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de reacties ook. Ik ben blij dat ik kan reageren op bepaalde reacties. En ik hoop dat dat nuttig was, dat dat bepaalde vragen beantwoordt. Tot de volgende.